Car Wash Dodan, de modernste wasstraat van België. Pak nu als eerste uit met een polierstation voor een unieke diepglans en een langdurige bescherming. Ontdek nu dit verbluffende resultaat met ons nieuwe Gold-programma. Car Wash Dodan. Uw auto was nog nooit zo proper. Kunstenaar en bekend Nino Vieter, Hans de Smet geeft opnieuw zijn tentoonstelling in het Oud-Stadhuis opnieuw door gewezen minister en nu burgemeester van Oostende, Johan van de Lanotte, laten openen. De tweede verdieping van het Oud-Stadhuis is opnieuw ingekleed met prachtige werken van onze Ninofse kunstenaar. De tentoonstelling is te bezichtigen in het Oud-Stadhuis van Ninove van 18 tot 27 februari, elke dag van 12 tot 20 uur. De kunstenaar zal telkens aanwezig zijn tijdens de openingsuren. Jan van der Lanotte, ik hoorde u daarnet zeggen dat het de derde keer is dat u een tentoonstelling van Hans opent. Hoe bent u bekend geraakt met de werken van Hans? Och, ik denk dat ik ken Hans van bijna 20 jaar geleden, eigenlijk niet zo lang nadat hij de problemen heeft gehad. En als minister heb ik met hem een enkele keer gesproken en zo. En ik ben contact blijven houden. En toen hij zijn eerste tentoonstelling had, heb ik aangeboden om te openen. En sindsdien vraagt hij mij en doe ik dat ook. Het is een oude bekende, het is een vriend van een aantal jaren, nu toch al van 20 jaar. En die ook autodidact is, heeft daar toch eigenlijk heel veel inspanningen voor geleverd. En ik denk ook dat het toch een zekere evolutie in zijn werk is. En ik vind het gewoon fijn dat hij dat telkens exposeert. We staan hier bij jouw werken. Kan je misschien even kort zeggen waar jouw werken, deze collectie, over gaat? Eigenlijk ja, over van alles een beetje. Het leven, bijvoorbeeld dat je... mensen zouden zeggen, ja, het zijn penissen en een heleboel, maar eigenlijk is dat idee van 2,5 jaar geleden geweest. Dus, ik passeerde aan het kraam van de oliebollen en er was een hele rij mannen en daardoor de penissen. En diegene die serveerde was natuurlijk goed voorzien van handen en poten. En ja, suiker op oliebollen, meer is dat niet. Hè? Dus zo simpel kan alles zijn. En dat is ook wat ik doe. En is er doorheen die 3 jaar een reeks geweest dat u voorkeur wegdroeg? Ja, hij heeft daar een keer een reeks gehad met die lucifers, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Maar heeft zo ook enkele, de schilderij nu met dat meisje op vind ik echt wel mooi. Er zijn ook enkele grappige die wat seksuele alluderingen hebben, maar toch wel heel grappig zijn. Dus eigenlijk, het is altijd zeer verrassend. Meestal heeft hij een boodschap, een heel duidelijke, simpele boodschap. Maar er zijn ook meer zaken, nu schilderijen, waar je echt geen boodschap, maar een gevoel bij hebt. En dat is wel een evolutie die ik ook leuk vind. Het is goed dat jonge mensen, of zelfs iets oudere mensen, nog altijd evolueren. En ben je trots op deze verzameling? Ja, nu wel. Ik had altijd al een evolutie gezien zelf, maar deze keer... Nu ben ik het zelf echt ook trots op. En voornamelijk de laatste werken. Die hier ook ophangen, die je niet mag zien, nog niet. Moet maar komen. Die zijn echt wel de moeite. En Johan van der Lanotte heeft de tentoonstelling geopend. Hoeveel betekent dat voor jou? Veel, ja. Het is een goede vriend geworden en... Komt dat van Oostende daarvoor? Ja, dat vind ik wel belangrijk, dat hij er toch voor gekomen is. Bent u ook al voor eerdere dingen aan Ninove geweest? Wel, ik ben eigenlijk nu in Ninove alleen nog maar voor Hans geweest, nu een 5-6 keer, denk ik, of zo. Ja, hier anders kom ik niet zoveel ook, maar ik ben toch nog wel een stuk of 5-6 keer geweest. Bijna altijd voor Hans, maar ook nog eens... bij andere mensen dat ik geweest ben. Maar ik ken Ninove niet zo goed eigenlijk. Op mijn kabinet waren er als minister enkele mensen van Ninove, zoals u weet. En daarvan weet ik vooral dat ze in de periode van carnaval vinden dat Ninove een veel beter carnaval of Aalst heeft. Daar heb ik ervan onthouden. En wanneer kunnen de mensen de tentoonstelling komen bezichtigen? Vanaf de opening tot 10 uur ongeveer en vanaf morgen tot en met 27 februari, telkens van 12 tot 8 uur is het open. En persoonlijke uitleg van de creator, schilder. En misschien nog een laatste vraag. Heb je in al deze werken die ophangen vandaag een favoriet? Ja. Welke? Ja, dat is juist degene dat je niet mag zien. Het is nog een verrassing. Ja.
Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.